In de maand december vertel ik traditiegetrouw, vlak voor de kerst, het verhaal van kerst. En nu had ik een gesprek met de inspecteur van de Belastingdienst over de ambistatus van de stichting. En hij zei: Zo'n kerstverhaal, waarin verschilt dat nou precies voor het kerstgevoel als ik de bijenkorf binnenloop voor ja, een beetje een lekkere sfeer van kerst? Nou, ik zal het als volgt zeggen. We leven in een wereld waarin er een oorlog dreigt met de Russen bij de grens van Oekraïne. We leven in een wereld waarin de onderlaag in Frankrijk steeds bozer wordt en met gele hesjes gaat protesteren. En het kan ook in ons persoonlijke leven donker worden. U zult dat herkennen: dat u misschien iemand heeft verloren in uw nabije omgeving in de afgelopen jaren, dat mensen hopen dat u het een plekje hebt gegeven. Maar dat nog steeds niet heb gedaan. In een wereld waarin het donker wordt. Is het de vraag. Welk verhaal ook licht kan brengen. Welk verhaal ons ook weer hoop geeft. En een nieuwe toekomst aanzegt. En dat verhaal is het verhaal van kerst. Over een zoon. Die tegen de onmogelijkheid in wordt geboren. Waarbij de hemel openbreekt. En de toekomst op ons toekomt. En dat verhaal is een heel ander verhaal dan de aanbiedingen bij de bijenkorf.